alle acties van Cambuur en de Graafschap ten spijt. Voor hen wordt het nog een jaar keukenkampioendivisie. Verder zijn er ondanks de crisis wat transfers afgerond, lijken er ook een paar afgeketst en gaan we gewoon vandaag op snuffelstage. Eentje die aansluit bij het eerder genoemde nieuws. We praten namelijk met Pepijn Veerman over het leven als profvoetballer op het 1 na hoogste niveau. Kortom, ruimschoots genoeg. Vandaag weer 45 minuten, de derde helft. Ik hoop dat toekomst koeken. Bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck me, of course. Kun je leren bekleding? Pak je een automaat? Ik ben wel even klaar met het geile tyfusvoetbal. Hallo allemaal luisteraars, Gijs hier. Ja, het is weer een beetje hernieuwd allemaal. Titus, we hebben het vorige week al aangestipt. Titus klust bij / gaat vreemd met een andere podcast. En de dag is daar. Hij heeft ons op het allerlaatste moment laat hij ons zitten. Daardoor zit ik op deze onwennige stoel als presentator weer. Want hij, ja, hij ruikt een klein beetje maar wat, succes. Wat zegt hij dat hij aan het doen is? Nou ja, geen idee. Hij zegt dat hij ongeveer in het buitenland zit, ergens op een eiland, dat hij onbereikbaar is. Hij heeft volgens mij geen zin meer in. Het schijnt dat hij een klein beetje succes heeft met die zelfspodcast. En hij belt ons meteen af. Jongens, we zijn hoe voelen we hier ons? Ja, hij zit gewoon met die schimmelpenning in de keuken nu dus. Ja, dat zou heel goed kunnen. Op die schimmelpenning. Trouwens, over die schimmelpenning gesproken. Ze hebben wel in hun extra uitzending, hebben ze het even over ons gehad. Ik weet niet per se of het lovend is of niet, maar laten we er heel even naar luisteren. En we gaan nog even door. Ja. De derde helft. De derde helft. Jopie. Ah, maar de derde helft. De tweede helft eigenlijk. Is de zo heet de podcast van Titus. Dus dat kun je niet maken. Omdat, oh, wat leuk ja. Heb je al eens geluisterd, Jaap? Nee, natuurlijk niet. Oh. Mam, alsjeblieft. Maar, nou, wat gaan we allemaal doen? Hipsters zoal... die praten over voetbal. Even serieus. Kan het erger? Ja, nee, het is echt afschuwelijk. Gaan ze hebben over de kleurstelling nee, van het shirt afschuwelijk. Uit 88. Nee, het slaat echt helemaal nergens op. Maar goed. Dat is ook de reden dat er niemand luistert. Nee, het viel. Het was nog wel redelijk, maar uiteindelijk nog even de dolk onder in de maag dat er niemand luistert. Zijn we zojuist hipsters genoemd door Jaap Reesema? Ja, nou ja, misschien toch een compliment. Goed, Titus is er dus niet. De geldwolf volgt de portemonnee, maar wij zitten hier desalniettemin gezellig en goed gehumeurd. Want de eerste keer dat we weer een gast in levende lijven in de studio hebben, niemand minder... Ook niemand meer? Nee, ook zeker niemand meer. Dan Pepijn Veerman. Welkom, Pepijn. Dank jullie wel. Zeer relevant ben je namelijk. De mensen, voor de 16 miljoen mensen die je niet kennen. Je bent een ex-profvoetballer uit de keukenkampioendivisie. Ja. Cambuur en de Graafschap hebben zojuist gehoord dat ze nog een seizoen in de keukenkampioendivisie moeten spelen. Dus wij dachten, laten wij dan een speler vanuit de keukenkampioendivisie aanschuiven. Dit zou eigenlijk alleen met de snuffelstage zijn, maar we hebben je gek genoeg gekregen om ook eventjes in het begin erbij te zitten. Je hoeft in principe niks te zeggen, dus maak je niet druk. Tim zal dat doen. we zochten inderdaad spelers uit de keukenkampioendivisie en Tim had er nog een kleine extra eis dat hij ook een universitaire graad diploma moest hebben. We leven er heel weinig over. Koeko Martina en jij. Koeko kon helaas niet. Die zit bij Erwin Koeman. Nee, precies. Dus welkom Pepijn. Serieus, top dat je er bent. Tipje van de sluier. RBC begonnen? RBC begonnen. Bij Helmond afgemaakt. En hoeveel clubs zaten ertussen? Nee, geen. 24 wedstrijden voor RBC Roosendaal. 2 keer scoren. Ja. 16 wedstrijden voor Helmond Sport. Ja. 1 doelpunt. Nee, keeper. Nee, ik heb je even opgezocht op Transfermarkt. Je hebt zelfs een officieel spelersprofiel. Dat kunnen weinig van ons zeggen. Snijboon, heb jij er nog één van voor de Tweede Wereldoorlog? Ja, maar die is niet, die niet, is niet representatief. Nee, precies. Op Second Love heeft die profiel. Weet jij hoeveel waard je was op de toppen van je kunde, Pepijn? Van tonnetjes zijn geweest? Ja, maar hij doet nu alsof hij dit voor het eerst hoort. Maar dit is zijn startpagina. Wekelijks zoek ik het nog even op. Goed, Pepijn is een ton waard. Wij allemaal weinig bij elkaar. Weinig van teruggezien. Nee, ja, wij ook trouwens. Wij allemaal bij elkaar nog veel minder. Goed, serieus leuk dat je er bent. Je kent het concept, hè, volgens mij. Ik ben een vriend van de show. Ik luister elke week. Nou, dus, dat je noemt jezelf maar zo, maar dat is prima. Goed, Tim. Gijs. Vorige week. Ja. Debuut van de prijsvraag. Ja. Wat wil je daarvoor horen, jongen? Nou, ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan keek. Ik had eigenlijk een stortvloed aan reacties verwacht. Ik ook. Maar weet je wat het is, Gijs? Als je nieuwe dingen probeert, dan ga je wel eens op je snuffert. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat het nu ook gebeurde, maar het is wel zo. Nee, we kregen weinig reacties binnen. Ik wil wel Spanjaard 5 feliciteren, want hij heeft het goede antwoord. Maar we kregen best wel wat mensen die sliden in onze DM. Omdat ze het
vonden een te moeilijke, ze vonden het een te moeilijke prijsvraag. Want ze wisten het antwoord niet. Want het antwoord was namelijk Stijn Vreven die heeft een fiets zonder zadel. En dat wisten ze dus blijkbaar niet. Ook nou wel goed dat je gewoon hier nu helemaal niet de vraag noemt. Maar gewoon een antwoord de wereld. Gewoon alsof Jeopardy is. Dus wat we nu gaan doen, Gijs. Je past je een beetje aan. Ik doe het niet graag. Maar ik maak een knieval voor onze hersenloze luisteraars. ik ga een wat simpelere vraag stellen. En dat komt morgen. Nou, ik weet niet of ik dat ga doen. Misschien moet jij dat maar doen. Dan. Komt dat morgen? Zou kunnen. Altijd morgen. Maandag of dinsdag of woensdag. Ja. In ieder geval, we gaan door met de prijsvragen, maar we maken het iets toegankelijker. Want die prijzen zijn ontzettend leuk, hè? Ja. Serieus. Kan je nog noemen wat de prijzen zijn? Of ja, dat is zo'n heel mooi aluminium versie van je favoriete shirt. En het is prachtig, gemaakt door Claret Blue FC. Snijboon is best leuk, hè? Ja, het is echt mooi. Ja, ik ben fan. Goed zo. Snijboon, je bent er weer zoals altijd. Niet weg te krijgen. En de groeten trouwens aan Klaas Dijkhoff. Want Klaas, die doet misschien wel mee met de quizvraag van deze week. Want hij volgt ons op Instagram. Dat vind ik erg leuk. Oh, kijk eens. Okay. Denk je niet dat hij luistert, hè? Nee, dat zeker niet. Maar volgt ons wel minst. Ja, okay. Allerminst zelf. Het gaat rommeliger dan ooit, maar prima. Snijboon, jouw link met Angela de Jong, ik snapte hem niet helemaal. Maar jij duwde me in mijn zij en zei, vraag even naar Angela de Jong. Ja, jij weet je wel wie Angela de Jong is? Recensente. Die hele irritante van het AD. Oh. Dus ik dacht, ik ga ook even heel irritant doen. Nee, Tim en ik hebben deze week, s'avonds zijn we er even goed voor gaan zitten, hebben we The Wizard of Ams, of zo heette die toch? Gekeken. Die documentaire van Ziggo over Hakim Ziyech. Ik was gewoon echt ontzettend teleurgesteld eigenlijk. Ja? Het was echt extreem oppervlakkig. Ik heb niks nieuws geleerd. En daarvoor werd er alleen maar gepusht dat zijn moeder tegen hem... ze zeiden dan nog niet wie tegen hem iets tegen hem zei, maar dan moest hij huilen. Dus overigens van tevoren zag je alleen maar dat betraande hoofdje van Ziyech. Dat waren echt de enige drie, vond ik, hele goede minuten van die documentaire. Ongelooflijk gehyped. Volgens mij zit hij op 700.000 views op YouTube inmiddels. Maar ik snap het niet. Maar je hebt wel één ding geleerd. Dat Hakim Ziyech altijd het eten betaalde voor David Neres. Ja, dat wel. Dat vond ik dan nog wel grappig. David Neres die zei, ik ga je missen vooral als wij het eten gingen. Want dan betaalde je altijd de rekening. Ja. Maar misschien word ik gewoon oud en chagrijnig. Maar ik vond er niet zoveel van. Okay. Dus dat wilde ik even delen. Eerlijk? Vond jij het leuker dan dat ik het vond? Nou, we gaan toch niet de hele tijd over die documentaire? Nee, maar als Snijboon niet zegt, ben ik het toch vaak wel met hem eens. En dacht ik in eerste instantie iets anders. Maar ik ben het dus ook nu weer met hem eens. Het waren best wel oppervlakkige fanvragen. En ik wilde bijvoorbeeld als neutrale toeschouwer, had ik liever gezien dat ze even wat dieper ingingen op zijn band met bijvoorbeeld het Ajax-publiek. Want dat is namelijk wel echt een heikel puntje. Dat was leukere televisie geweest. En nu was het, hey kijk, je deelt een panna uit. Wat vind je daarvan? Ja, jij zegt 700.000 views op YouTube. Wij zitten daar bijna aan. Ik heb even één recensie nog meegenomen van ons YouTube-kanaal. Oh, mooi. Ja. Kevin. Hij zegt, ik luister normaal gesproken altijd via Spotify, maar besloot na het lachsalvo om Titus' fluit ook even YouTube te bekijken. Ik was stom verbaasd hoe langzaam jullie ineens praten. Wat bleek nou? Mijn Spotify staat standaard op 1,2. Waardoor ik ook alle jingles een stuk sneller hoorde. Die klinken op normale snelheid nog erger dan anders. Kevin, ik heb een tip. Kijk op YouTube en luister op Spotify op normale snelheid. Dan hebben we namelijk allebei de plays. Luister dan ook op Apple dan nog een keer. Is goed. Je kan hem op Spotify ook gewoon aanzetten met geluid uit. Dat helpt ons ook gewoon. Gewoon luister. we zitten al heerlijk over de tijd. Pepijn is inmiddels weg. We gaan naar de Eredivisie-update. Nee, maar we hebben hem voorbereid op het feit dat hij niet veel hoeft te zeggen in het eerste gedeelte. Dus Tim, we blijven bij jou. We beginnen bij jou. De rechter stelde de KNVB... gelijk, in het gelijk, moet ik zeggen. Cambuur en de Graafschap hadden niets aan hun rechtszaak. Jij zal jezelf niet zijn als dit het beste nieuws ooit voor de beide clubs is. Dat klopt. Ik denk dat het beste is wat Cambuur en de Graafschap kan overkomen. Ik snap ook wel dat ze op korte termijn natuurlijk heel graag in de Eredivisie willen spelen. Maar ik ben eventjes... laten we eerst even die corona erbij pakken. Stel, ze promoveren. Dus we gaan naar een Eredivisie met 20 clubs. Dat betekent dat er 4 direct degraderen volgend jaar. Dan is die kans vrij aanwezig dat ze allebei direct weer teruggaan. Ik ben namelijk even in alle promoties van de Graafschap gedoken. Ze zijn 10 keer gepromoveerd in hun leven. Waarvan 6 keer na 1 jaar meteen weer terug. 2 keer na 2 jaar. En 2 keer bleven ze er iets langer in. Dus grote kans dat ze direct weer teruggaan. Bij Cambuur, die zijn 3 keer gepromoveerd. Zijn ze er 2 keer uitgevlogen na 2 jaar. En 1 keer na 3 jaar. Dus ook redelijk snel gaan ze er weer uit. Tel daarbij op dat door de corona gaan ze in een Eredivisie spelen met lege stadions. Waardoor er veel minder inkomsten zijn. Veel minder allure. Waarom zouden ze nu willen promoveren? Terwijl ze nu waarschijnlijk geld krijgen van de KNVB. Als een soort groepmakertje. Waardoor ze uit kunnen lopen op de concurrentie in de keukenkampioendivisie. Waardoor de kans nog groter is dat ze volgend jaar gaan promoveren. En dan wel in een normale Eredivisie terechtkomen met 18 teams.
Ja, maar ze zouden toch ook geld krijgen als ze nu wel zouden promoveren? Dus dat... Ja, maar dan is de kans veel groter dat ze degraderen. Want dan komen ze in een eredivisie met 20, waarvan 4 direct degraderen. Ja. En anders komen ze in 18 met volle stadions. En gewoon, ja, prima lijkt me. Dat lijkt me echt beter. Weet je wat het allerengste hieraan is? Ja. Dit komt zo uit de lucht vallen voor mij, deze argumentatie. Dat ik aan mezelf voel dat ik het misschien wel soort van logisch vind. En dat beangstigt me echt enorm. Ik zie het als een compliment. Pepijn? Ja, ik betrap mijn rook omdat ik het eens ben met Tim. Ik heb ook die rechtszaak een beetje zitten kijken. Het was natuurlijk de rechter die dat had. Doen jullie hier? De KNVB heeft volledig gelijk en staat dus recht om deze uitspraak te doen. Om ze niet te laten promoveren. En ik denk ook in één keer met een eredivisie van 20 clubs. Ik snap dit gewoon, dat deze keuze is gemaakt. En ik denk inderdaad ook dat het beter is voor een Cambuur en de Graafschap om het gewoon weer opnieuw te gaan proberen. En dan hoe kunt het ook in een volwaardige... Nee, gozer, jij gaat hier nu dus gewoon... Nee, ik heb er even over nagedacht. Jij zit hier te ageren dat het beter is voor clubs om niet te promoveren. In deze situatie wel, Snijber. Maar ik zeg het ook om de supporters een klein beetje gewoon... als een pleistertje op de wonden. Het maar is niet zo slecht gesteld. In de keukenkampioen is er ook geen publiek. Dus gaan ze ook die kosten maken. Net als in de eredivisie. Dan is het toch beter als je wel de inkomsten van de eredivisie dan daarnaast hebt... In plaats van die van de keukenkampioen. Ja, maar wel met het risico om gelijk weer te degraderen. Maar dan heb je toch alsnog gewoon volgend jaar dat geld van de eredivisie gekregen. Ja. Ja, dat is dan toch niet erg. Maar dan mis je dus maar dan zie je over 2 jaar zit je in de Jupiler League. En anders kun je het over 2 jaar in de eredivisie proberen. Met extra inkomsten, omdat er dan publiek zit. Ja, dus denk er nog maar even over. Goed, het enige is dat je ook na moet denken over de waarde van spelers. Dus als je in de eredivisie speelt als club, dan worden je spelers meer waard, et cetera, et cetera. Dus het is allemaal heel erg koffiedik kijken wat iedereen al ongeveer de hele week doet. Daarom wil ik daar eigenlijk een beetje vandaan. Dat is wel blijven. Een leuke invalshoek. Ja, bedankt. Creatief, ja. Op zijn minst. Of we het ermee eens zijn, weten we niet. Transfers, ondanks de crisis. Ik benoemde het al even. Jezus, dat heb ik me boos gemaakt om FC Groningen zeg. Oh, dat wilde ik eigenlijk niet zeggen. Ik wilde eigenlijk even hebben over Linssen en Dest. En daarna mag je naar Groningen. Ja, dat vragen we maar aan die mannen. Pepijn, Brian Linssen. Vind jij het slim van hem dat hij een contract heeft afgewezen bij Feyenoord? Ik weet niet wat het aanbod was, maar... Nou ja, het schijnt dat hij... dus Liam Kelly... die hier onder de tafel wel eens doorloopt. Die verdient 6 ton. En volgens mij hadden ze Linssen een soortgelijk bedrag geboden. Tussen de 5 en 6 ton. Ja, ik snap ongelooflijk veel geld. Ik weet niet welke eisers die nog meer in het vuur heeft. Dat is misschien een reden geweest dat hij dacht... Volgens mij zit de club van Kuwas achter hem aan ook. Uit de zandbak. Ja. En dan heb je het gewoon over 2 miljoen. Ja. Ja, tuurlijk zeg je dan nee tegen Feyenoord. Je bent 29, je speelt het aankomende jaar in een lege kuip. Nou, dat is voor een paar voetballers heel fijn, maar voor heel veel ook niet. En hij kan lekker in de zandbank gaan zitten voor 2 miljoen per jaar. Ook voor een leeg stadion. Ja, en Brian Linssen had gewoon nooit verwacht dat hij ooit een contract van 2 miljoen uit het vuur ging slepen ergens. Nee, dus dat zal de reden zijn geweest. Ja. Ik vind het daar wel echt een perfecte speler voor Feyenoord, denk ik. Ja, maar hij weet ook dat hij gehaald wordt als eigenlijk vervanger voor Sinistera, die nu geblesseerd is tot december. En als die fit is, dan gaat hij gewoon weer naar de bank. Denk je? Dat denk ik wel, ja. Maar denk je dat hij met die 2 miljoen in zijn achterhoofd heeft afgewezen? Of als Feyenoord met een beter bod op de proppen was gekomen... dat hij liever in Nederland was gebleven en bij Feyenoord had gespeeld? Niet per se 2 miljoen, maar wel iets meer. Ja, dat denk ik wel. Het lijkt me wel. Het lijkt me geen speler voor naar de zandbak te gaan. Het lijkt me in die 4-4-2 van Al Nasser. Dat kan toch zomaar een succes worden, hoor. Ja, ze missen echt een type Linssen. Ja, want ze hebben daar namelijk... Daar kan hij in de spits. Want de andere spits... Ik weet niet eens of het Al Nasser is. Maar ik las wel dat die club waar die geïnteresseerd is... Die heeft als tweede spits hebben ze Alvaro Negredo. Dus dat is toch een heerlijk spitsenduo. Ze missen een kopsterke dwerg. Linssen Negredo. Dat sowieso elke voorzet is een goal dan. Dat is echt een unlikely teammate. Ja, en dan Koe was er omheen zwervend. Ik zie het helemaal gebeuren. Oké, dus Linssen, het advies van Snijboon is, ga naar de zandbak. Even naar Dest, geruchten, toch wel hardnekkige geruchten, dat hij eventueel rond zou zijn met FC Barcelona. Wat moet Pepijn, jij schudt al meteen je hoofd? Ja, ik snap het van Barcelona niet helemaal. Ik denk dat ze een soort van toekomstige Dani Alves erin ziet, maar die kon nog wel verdedigen. En dat ontbreekt bij Dest op dit moment nog wel. Maar het is wel, het type voetballer zoeken ze, maar Barcelona vind ik toch nog wel een hele grote stap te ver voor hem. Maar goed, dat zou Bayern München wellicht ook zijn. Ja. En als je kijkt naar andere echte talenten op die backposities nu, hè, dan... Kijk, Trent is natuurlijk het allergrootste talent. Alexander-Arnold van Liverpool. Ja, dankjewel. Maar bij Bayern staat die Alfonso Davies, die Canadees, die breekt door. Dat is toch echt 4 klassen beter dan Dest? Ja, zeker. Het enige... Dus dan is het toch niks voor Barça? Nee, maar ik ben wel fan van het type Dest, namelijk... Ik ben fan van spelers die een mannetje uit kunnen spelen. Ik vind dat je in elke linie iemand moet hebben die een mannetje uit kan spelen. En hij kan wel
een mannetje uitspelen. En ik weet niet of dat Nelson Semedo dat ook kan van Barca. Lijkt me wel. Ik weet ongeveer hoe snel die is. Dat kan ik me een beetje inschatten. Die speelt gewoon de bal langs iemand en gaat gewoon hollen. Ja, nou ja, oké. Maar dus... is Dest verdedigend zo slecht? Want hij is natuurlijk best wel rap. En ik vind hem zo, hij is vinnig. Ja, het lijkt me een hele vervelende back wel om tegen te staan. Ja, jij was links buiten, toch? Ja. Hoe zou je hem bespelen? Ik zou me laten wisselen, denk ik. Ja, gewoon je excuses aanbieden. Dit wordt hem niet vandaag. Tim, je woede of FC Groningen? Ja, FC Groningen is zo ontzettend zielig. Want ze hebben 11 medewerkers transfervrij moeten laten vertrekken. Het contract is niet verlengd. Ja. Ontzettend zielig. Ook geen seizoenkaarthouders meer. Die hebben ze ook opgeroepen om... maak alsjeblieft geen gebruik van de compensatieregeling om het geld terug te vragen. Doe het alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. En een dag later in het nieuws, FC Groningen benadert Diemers, want die gaan gewoon geld betalen aan Fortuna Sittard om hem over te halen. Ik vind dat echt een grof schandaal. Ja. En naast onze Erik Gudde van de KNVB is zoon Wouter Gudde ook verschrikkelijk verkeerd bezig. Ik hoop dat ze slecht slapen. Oké, Tim. Stel, je werkt bij een krant. Ja? Ja. En het gaat heel slecht daarmee. Ga je dan reorganiseren of stoppen met de krant drukken? Stoppen met de krant drukken. Oké, nou, precies. Ja, oké. Okay. Okay, je bent een voetbalclub. Je moet gewoon alleen de timing is wel wat ongelukkig. De timing is ongelukkig. Maar ja, je bent gewoon een BVO en je wil niet degraderen. Dus er moet kwaliteit op het veld staan. Dit zijn gewoon twee losse dingen. En ik merkte dat ik hetzelfde ook een beetje voelde toen ik... las over bezuinigingen bij Arsenal en dat ze dan wel geïnteresseerd waren in spelers. Maar je bent wel gewoon een voetbalclub. Nee, ben ik het mee eens. Ik ben het helemaal mee eens. Maar je zou kunnen afspreken van laten we dit over 2 maanden wereld of over 1,5 maand wereld. Maar Snij, ze doen ook een verzoek aan de gemeente om dan uitstel en afstel van de huur van het stadion en de huur van hun trainingscentrum. En dan daar kan ik gewoon dan echt niet bij. Ik ben het bij deze wel echt met je eens. Qua timing had het niet ongelukkiger gekund dan alles in 1 week. Goed. Heb je nog iets anders op transfergebied, Tim? Ja, ADO heeft een nieuwe trainer. Dat is Alexander Rankovic. Oh, en die heeft uitstekende assistenten. Namelijk Knopper, Michele Santoni. Is een laptoptrainer mislukt bij Almere City en in de jeugd van Ajax. En, dames en heren, Rick Stijvenpik. Ja, is Rick Stijvenpik. Een nieuw lid van de technische staf. Ja, leuk. Rick Stijvenpik. Dit wilde je de hele week al zeggen, of ik niet? Heb hem getweet. Daarom. Uitstekend. Even snel over de landsgrenzen. Snijboon, hoofd buitenlandse zaken tijdens deze crisis. Leuk. Het gaat helemaal los bij de Oosterburen. Duitsland stond redelijk in de schijnwerpers de afgelopen dagen. Dat kunnen we wel zeggen. Echt de hele wereld, de hele sportwereld in ieder geval keek hier naar de eerste grote competitie die weer van start ging. Nou, dat betekende in Duitsland zelf een verdubbeling van het aantal kijkers. Maar ook in Nederland, normaal wordt een kolenpot derby Dortmund tegen Schalke ongeveer 100.000 mensen bekeken. Nu door ruim 200.000 mensen. Dus ik betrapte me er zelf gisteren ook op dat ik naar Bochum tegen Heidenheim zat te kijken. Daar kwam je na 80 minuten achter. Ja, nog wel een goede huurling van Arsenal aan het werk gezien. Dus ik was helemaal tevreden. Ging daarna gewoon weer verder met mijn dag. De Duitse politici noemden het een groot succes. Ik vond het zelf vooral echt heel tegenstrijdig. Er waren gewoon heel veel regels. Dus geen ballen, jongens. De wissels die zaten meters uit elkaar op de tribune. Mondkapjes overal. Geen handen schudden. Maar dan mensen die elkaar met de voet aan gingen raken, vond ik sowieso gewoon heel grappig. Ja. Een soort foot high fives waren het. En dan begint die wedstrijd. En dan is het dus gewoon een normale voetbalwedstrijd. Dus iedereen hangt om elkaar. Er wordt geknuffeld bij doelpunten. En ik vond dat heel tegenstrijdig. En een van de jongens waar ik mee keek, die zei, ja, dit slaat gewoon ergens op. En de ander die zei, ja, maar wat moeten ze dan? Ze proberen ze zo goed mogelijk aan te houden en dit is een goede start. Ik ben het met allebei wel eens. Ik denk dat ze heel goed hebben opgelet hoe dit aan te pakken. Maar ik vind het ook te makkelijk om dan te zeggen, oh ja, maar de spelers zijn er niet zo heel erg aan gewend. Bijvoorbeeld bij Hertha BSC overtraden ze de regels nogal veel tijdens de wedstrijd. Nou hebben ze daar sowieso wel een handje van. Want Salomon Kalou, die raakte echt iedereen aan die er tegenkwam vorige week. Dus daar lijkt het gewoon niet helemaal door te dringen. Ik was wel echt blij dat voetbal er weer was. Daar betrapte ik mezelf wel op. Heb jij niet nog iemand gezien die op iemand leek? Ja, want... Ja, dat die is ontzettend dus niet leuk. Gezien, ja, gooi die jingle maar in je vinger. Ja. Je zou denken dat afgesproken werk is, maar ja... Daar zeg je niks over. Dat zou je denken, maar dat is het ook. Royce.
Speelde natuurlijk niet bij Dortmund, want die was geblesseerd. Was hij weer geblesseerd? Maar ik kwam op de achterklappagina van nu.nl, kwam ik er ook achter waarom hij geblesseerd was. Echt dus. Want hij heeft een aanrijding gehad en hij had gelukkig alleen maar blikschade. Bij nu.nl dachten ze dat het Jan Versteeg was. Dus zeiden ze, Jan Versteeg heeft aanrijding, maar alleen maar blikschade. Gelukkig, hij is oké. Okay. Maar iedereen zag aan die foto gewoon, dat was gewoon Royce. En die heeft gewoon een beetje last van zijn nek, had hij. Okay. Dus die speelde niet. Ingestuurd door Stef de Wild 39. Klasse, Stef. Royce is Jan Versteeg nu op onze en tevens vice versa. Goed. België, Spanje, Engeland is allemaal nog een beetje in het ongewis van wanneer ze gaan beginnen. Maar ze kijken er toch wel weer naar, behalve België. Die zijn trouwens gestopt, hoor ik net. Met kijken? Nou ja. Ja, die zijn gestopt met kijken. Die hebben een beslissing genomen. Nee, bij België hopen ze nog in augustus een bekerfinale te spelen. Dus daar zijn ze wel een beetje aan het kijken hoe ze dat nu nog vorm kunnen geven. Ik hoop ook van harte dat het eventueel overwogen wordt door Rutte en Co. Maar ik acht de kans klein. Ik heb een weetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, hij zit alweer te glimlachen om zijn eigen weetje, dus steek van wal. De kappers die zijn weer open, hè. Dat is natuurlijk fantastisch. En er is een app. Die app heet Spot Today. En dat is een kappers-app. En dat werkt op basis van online agenda's van kapperszaken. Als je zo'n grijze pin ziet, dan is de kapper vol, helaas. Een oranje pin, dan is er op korte termijn plek. En een groene pin, dan is er plek. Is dit een weetje of reclame? We gaan nu door naar het weetje. Zo, dat is weer 5k in je zak. Er is 2 ton opgehaald om dit idee uit te werken. En de 2 grootste investeerders zijn Luc en Siem de Jong. Ja, dat hebben we al een keer eerder aangehaald. Hè? Ik snap niet waarom... Siem de Jong? Ja, nee, maar precies. Nee, maar die is bezig met een uitbreiding van die app dat ook transplantatie mogelijk is. een soort Turkse variant. Ja, Siem en Luc die investeren in een kappersplatform. Die hebben, ik denk samen, iets van 150k neergelegd. Dus je denkt dat. Ja, nee, maar er is 2 ton opgehaald, okay. Maar het overgrote deel door de gebroeders. Oké. Okay. Weet je dat je niet wilde weten? Die we volgens mij al eens eerder hebben dat weet je gekondigd. Niet. Nou goed. Oké, okay, leuk, Tim. Wij gaan door. Na het weetje gaan wij naar onze vaste voormalig buitenspel, nu Corona Nieuws Show. We roepen mijn pijn even terug uit de hal. Pep, hij is er nog steeds. Ik ben er. Heb je wat meegenomen? Ik heb wat meegenomen, ja. Ik kwam op internet een lijstje tegen, samengesteld door 90 Minutes, Engelse voetbalwebsite, over de meest gehate spelers van uit de Premier League. Van alle Premier League clubs de meest gehate spelers. Van nu of ooit? Van ooit. En van elke club eentje? Van elke club eentje, ja. Okay. Ze waren alleen Southampton vergeten, maar nou ja, logischerwijze... Die werden allemaal gehaat. Nee, Southampton boeit gewoon niemand genoeg om iemand te haten. Maar de lijst bestond voornamelijk uit spelers die natuurlijk een overstapje hadden gemaakt van naar de concurrent. Zo Arsenal had Emmanuel Adebayor, die natuurlijk de langste sprint uit zijn carrière maakte toen hij naar Manchester City. Ja, die vuile voodoo-dokter, jongen. Ja, precies. Ik dacht dat hij al wel... Hij heeft een maat vrijgekregen bij Spurs, omdat zijn moeder hem vervloekt had in Togo. Ik zweer het. Dat is ook een beetje dat je niet omheen. Hoezo krijg jij nog een jaar vrij zijn, man? Doorgaan, Pep. Er staat ook Carlos Tevez natuurlijk in van United naar City. Sol Campbell zou eigenlijk verlengen bij Tottenham, ging naar Arsenal. Maar er staat dus ook een Nederlander in de lijst. En dat is Winston Bogarde bij Chelsea. Oh, jeetje, en die wordt gehaat omdat hij gewoon elke dag netjes naar zijn werk kwam. En ze wilden hem weg hebben, maar hij kwam gewoon elke dag. Dus 1 Nederlander in de lijst. Een beetje misschien wat jullie met Tim hebben. Behalve dat ik geen geld krijg. Nee, precies. Relatief heb jij hier het dikste contract, hoor. Is dat zo? Ja. Dus Bogarde wordt gehaat omdat hij bleef. Omdat hij gewoon netjes elke dag op de club verscheen en zijn rondjes ging lopen. Ja, hij wordt toch altijd als de duurste bankzitter ter wereld genoemd. Omdat hij destijds had hij een enorm contract. Ik verdiende gewoon, wat was het, 60k per week of zo bij Chelsea. Ja, hij heeft overigens zojuist verlengd als assistent van Jong Ajax. Oh, ik zag een filmpje van hem. Daar is hij geliefd. Dat liet Tim zien dat hij echt die man is. Ik ben zo bang voor die man. Ik heb hem nog nooit gezien en ik ben bang voor hem. Nou, trouwens, een oud klasgenoot van mij op de middelbare school, die speelde bij Volendam in de jeugd. Die werd getraind door Bogarde. En hij was dan jeugdtrainer. En die moest die hele selectie 4 minuten plank aan het begin. Dus die liepen allemaal krom, die jochies. Die waren 15. Goed. Bij woon. Welke zou ik doen?
Oh ja, ja, ja. Ik wil dan toch even naar Arsenal toe. Want veel mensen hebben het moeilijk tijdens de quarantaine. Maar Alexandre Lacazette die gaat er echt gewoon heel goed mee om. Want die heeft zelf een filmpje online gezet dat hij lekker ballonnetjes aan het nemen was. dat terwijl hij aan het begin van het jaar nog een waarschuwing heeft gekregen. Omdat hij, er waren veiligheidscamerabeelden gelekt van een club waar zij waren. En dan zag je Lacazette samen met Kolasinac lekker ballonnetjes doen in de hoek. En Guendouzi die lag echt gewoon letterlijk gewoon dood op een bank. Ja, oké, figuurlijk. Maar ballonnetjes doen of van die figuren maken met elkaar? Ja, ja. Van die beestjes. Ja, ja. Nee, Lacazette is clown in zijn vrijheid. Hij maakt van die balloon animals. Ja. Nee, maar ik vond het vooral... Hij heeft dus zelf dat filmpje online gezet. Ja, dat zie je wel vaker. Dan snap je er toch misschien ontzettend toen hij net van. Een ballonnetje op had. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Vlaag van verstandsverbijstering. Ja. Ja. Goed. Wat een idioot. Ik ben blij dat de spelers van mijn club gewoon verstandig ermee omgaan. Heel goed. Ja, ja, we blijven in Engeland. Het is ongelofelijk. Ja. Snijboon, zeg nog maar even. Jij bent fan van Arsenal, hè? Van Arsenal. Toch? Ja, ja, je knikt ja. Dat weten we allemaal. En het is nu wetenschappelijk bewezen, want Spurs-fans zijn het best in bed. Er is namelijk een onderzoek geweest van Lello.uk. Ik ben al jaren fan van de Spurs. En onderzoek wijst uit dat 71% van de personen die het met een Spurs-fan doet, die komt klaar. En ja. Ook Newcastle en United en Manchester doen het heel goed in de lijst. Maar het is wel problematisch, want bij West Ham United hebben ze de vragen ook gesteld. En 19% van de ondervraagden geeft aan nooit seks te hebben gehad. 19% West Ham fans? Ja. Echt forever blowing bubbles, hoor. Dus wat als je dan een Spurs-fan met een United-fan in bed, dat wordt echt vuurwerk. Ja, dat is 100% bondage en gagballs en al dat soort dingen. Zeker. Onze jongere luisteraars. Burger, plassen. Je wordt opeens wakker, Gijs. Nee, ik word hartstikke wakker. Goed. dat was hem, toch, Tim? Neem ik aan. Een leuk onderzoekje ook zijn om in Nederland te doen, toch? Ja. Ja, welke Nederlandse club denken we dat echt de allerbeste seks ADO, hebben? ADO, denk ik. Ja? ADO, ja. Die zijn meedogenloos, jongen. Die trekken ze allemaal uit elkaar, denk ik. Nee, dat is heel teder, zo VVV Venlo. Ja, maar de vrouwen willen toch juist... 50 Shades of Grey, die willen toch helemaal gewoon aangepakt worden? Dan moet je bij ADO zijn, denk ik. Jij bent wel echt verpest door de moderne maatschappij. Okay, dit is echt de domste vraag die ik ooit in mijn leven had kunnen stellen. Ja, dus laten we doorgaan. Zou ik nog een kopje koffie halen? Wie is dat? Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding? Als je dat dan morgen voor 9 uur even in de mail hangt? Ik weet niet eens wat een fax is. We zijn aanbeland op het stuk waar Pepijn eigenlijk voor in zou bellen. Je hebt je redelijk staande gehouden. Nu is de keel gesmeerd. De spanning, de eerste spanning is eraf. De eerste spanning is eraf. We gaan namelijk op snuffelstage bij Pepijn Veerman. We hebben zijn redelijk bescheiden spelerspaspoort al doorgenomen met twee clubs. En nu gaan we er in iets meer detail doorheen. De jongens hebben zich uitstekend voorbereid met een aantal vragen. Ja, eigenlijk is de hoofdvraag, hoe is het nou om profvoetballer te zijn, maar net niet te halen? Want je hebt wel de jongensdroom, heb je aangetikt. Ja. Elk kind wil profvoetballer worden. Maar zeg maar, moet het niet een andere naam hebben wat jij gedaan hebt? Ja, ik denk het wel. Ja, het was een hele leuke en leerzame ervaring. En ik was 18 jaar en toen heb ik het 3 jaar in de Jupiler League geprobeerd. Helaas ook wel geblesseerd geraakt na 1,5 jaar. Dus toen viel het sowieso. Ik had niet echt een keus om door te gaan of te stoppen. Maar ja, het is niet het prachtige plaatje wat je als jongetje hebt van profvoetballer. Het bestaan als profvoetballer. Je zit in een huisje in Helmond, waar al je vrienden in Amsterdam wonen en studeren. Ja, het is iets minder charme dan dat het woord profvoetballer eigenlijk doet oproepen. Maar je komt uit de jeugd bij RBC. Bij het begin beginnen. Ja. Jeugdproduct RBC Roosendaal. Jeugdproduct RBC Roosendaal. Dat was ook echt mijn clubpie. Dus. En ik kwam zelf ook uit Roosendaal. Dus dan is het natuurlijk gaaf om de stap naar het eerste daar te maken. Ja. Maar dat was een vrij bizar seizoen waar we in belanden. We hebben 5 trainerswissels, geloof ik, gehad. kan je nog een aantal opnoemen voor ons eigenlijk? Sander Popovic is 1 dag trainer geweest. Peter van Vossen, Erik Hellemons, Fuad Chapa, Rini Kolen. Die vertrok volgens mij naar de eerste dag van het seizoen naar Australië. Dus dat was Jezus. Ja, nee, dus dat was een bewogen seizoen. Maar daardoor wel achteraf gezien een interessante ervaring. Maar ik vond het wel heel erg jammer dat die club failliet is gegaan. Want jij hebt het faillissement meegemaakt. Ja. Bijgedragen aan. Ja, ja. Exorbitant salaris erop gestreken. We hebben het meegemaakt. Ja, we bleven er nog net in. We speelden laatst tegen FC Dordrecht. En toen stonden we op het punt van degraderen. Toen bleven we erin. Dus er was er nog hoop van misschien komt er een geldschieter. Maar dat was al te ver. Te ver heen. Te ver heen, ja. Dwanbeleid. Maar daarvoor, want je hebt dus ook in de jeugd gespeeld. Ja. En we hebben het wel eens met Sascha Visser over spelen in de jeugd bij Feyenoord en Sparta gehad. Ja. Hoe is spelen in de jeugd bij een club als RBC? Is dat heel...
Dat is niet echt glamour, of wel? Nee, maar de jeugdopleiding was wel aardig van RBC. Had ik altijd het idee, we speelden op Eredivisie of Eerste Divisie jeugd. En dat was gewoon leuk. En dat maakt ook niet zo heel veel uit als je jong bent of je met een mooi busje of een lelijk busje opgehaald mag worden. Als je gewoon elke dag mag trainen, is dat gewoon fantastisch. Dus het niveau was redelijk en ik heb er gewoon heel veel plezier beleefd. Maar de glamour, nee, dat zou ik niet. Maar was dat misschien dan juist wel fijn? Want je hoort tegenwoordig ook wel veel over de druk in jeugdopleidingen. Voor jou klinkt het alsof het gewoon echt plezier was. En niet ja, zo heel ja, veel nou, je hebt natuurlijk of... wel, je hebt natuurlijk wel druk, maar ik denk dat jullie voetballen ook. Je voelt misschien zelfs op het niveau waarop je voelt altijd een beetje druk. En in jeugd van een profopleiding is dat natuurlijk wel wat meer. Het draait wel om uiteindelijk om het presteren. Maar dat vind je toch ook leuk. Dus de druk is fijn, denk ik. Want je debuteerde op je? 18e. Echt een heerlijk talent snijden bij FM. Maar het is natuurlijk ook... Ja, bij FM was het inderdaad... Was ik beter dan in het echte, in ieder geval. Was je goed op FM? Nou ja, wel potentieel. Ja? Ja, want ik was natuurlijk jong. Ik was op tweedejaars A-junior, geloof ik, toen ik bij het eerste aansloot. Dus dan denken ze dat het wat is. Nee, ik had natuurlijk ook wel het geluk dat het slecht ging met de club financieel. Dus dan heb je als jeugdproduct natuurlijk iets eerder de kans. Krijg je iets eerder de kans. Ja, zo simpel is het. Toen was het bij Feyenoord een aantal jaar geleden natuurlijk ook. Maar hoe was dat debuut dan? Want stond je basis? Of was basis. Ik scoorde nog uit bij Almere City tegen Erwin Friebel. Die hoorde me alleen maar voorbij komen. Je kon nog eens wat namen. En daarna is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. Ja. Nou, nu zit ik hier. En dat shirtje, hè? Van je debuut? Ja, dat ligt bij moeders op zolder. Ja? Ja, dat is er nog altijd wel. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Maar ja, als tuurlijk. Je het zo teruggeteld, is het vooral... Had je toen namen achterop of was het wastas? Dat je zeg maar een basisnummer kreeg? Pakansolij heet ik. Oh, ja. Moest je hem kopen of mocht je hem echt meenemen? Nee, ik mocht hem meenemen. Okay. Maar even terug naar die tijd. Je noemde net al echt een zieke cultheld. Friebel. Zijn er nog spelers uit jouw RBC of Helmond tijd... Waar die noemenswaardig zijn. Kulthelden, mooie namen. Cuco Martina, daar heb ik mee samengespeeld. Dat is voor mij wel een hele grote kultheld. Ja. De weg die hij na RBC, na het faillissement van RBC heeft afgelegd, is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Kun jij daar duiding aan geven? Want Cuco Martina is voor mij een van de grootste mysteries uit de voetballerij. Ja, voor mij ook. En ik zat ernaast bij de lunch. Dus hij wist wat hij wel en niet kon, had ik op een gegeven moment een beetje het idee. Dus hij wist van, ik moet gewoon die bal heel snel weer inleveren. En hij was natuurlijk berensterk en wel snel. Dus dat heeft hij op zich goed gedaan. En rechtsback zijn dan misschien wat schaarser dan centrale verdedigers. Dat hij de Premier League zou halen, had ik natuurlijk nooit durven zeggen. Maar hij was wel gewoon een degelijke verdediger in de Jupiler League. Maar jij was linksbuiten of was jij toen nog spits? Nou, ik stond je ook wel eens echt één op één tegenover hem? Op de training. Op de trainingen wel, ja. Hem gestaan dan. Ja, maar dat was niet een heel erg groot niveauverschil. En ik had de Premier League niet gehaald. hij kon gewoon voor de Jupiler League goed voetballen. Maar dat hij uiteindelijk, ja, wat ik zeg, dat hij die stap zo heeft gemaakt, is wel wonderenswaardig. Maar ook wel knap. Ik denk dat hij ook wel zijn mindset wat veranderd heeft. Gewoon hard ervoor gewerkt en gedacht van, nou, misschien wordt het nog eens wat. Nee, ik denk nog steeds dat hij het allerdiepste geheim van Erwin Koeman kent. Ja. Hij heeft die seks van de Koemannetjes. Dat is die andere verklaring. Ja. En de Koemannetjes fan van Spurs ook, of niet? Ik denk het wel. Of ADO. Cuco Martina. Ja, voor mij, als buitenstaander, was RBC was Henk Vos. Speelde hij nog in die tijd, of niet? Nee. Hij was onze spitsentrainer. Hij was jouw trainer dus? Hij was spitsentrainer. Hij is één keer geweest. En we hadden wel een spitsentrainer nodig, kan ik je vertellen. Die ene training? Ja, heerlijk. Henk Vos is natuurlijk... Nee, dat is gewoon een cultheld in Roosendaal zeker, ja. Ja, en hij kon natuurlijk ook wel eigenlijk fantastisch goed voetballen. Prachtige touch. En heeft het bij RBC ook gewoon goed gedaan. De witte schoenen staan ook in de tijd van Henk Vos. Ook in de handelsmerk. Zongebruind. Hij witte was schoentjes echt een diva, was hij. Ja. Echt heel hard. Ja, heel vet. Maar hoezo kwam hij maar één keer dan? Had hij een contract voor één trainer of zo? Nee, ja, ik denk dat ze Kooi Karpers meer aandacht vroegen dan dat hij verwacht had. Nee, hij zou onze nieuwe spitstrainer worden en daarna... Nee, maar hij heeft eentje met jullie op het veld gestaan. Hier ga ik niks beters van maken. Nee, ik denk dat inderdaad misschien de meest logische verklaring is geweest. Cuco Martina, Henk Vos, de standaardvraag is natuurlijk. Wat was je beste teamgenoot waar je mee gespeeld in die tijd? De beste teamgenoot? Of tegen, misschien om het iets makkelijker te maken. Ja, Virgil van Dijk. Heb je tegen Virgil gespeeld? Ja, maar dat was denk ik wel de jeugd. En we hebben nog een keer oefenwedstrijdje tegen Groningen. Was dat voor of na zijn groeispurt?
Nou, in de jeugd was natuurlijk voor. Maar die kon altijd geweldig voetbal. En ik moet eerlijk zeggen, in de jeugd voornamelijk was Lucas Tanjos echt ongelooflijk goed. Ja? Ja, niet normaal. Ja, ik dacht echt dat dit wordt een wereldster als je hem zag gaan. Dat dacht hij zelf ook. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Maar even kijken, Virgil. Ja, dat lijkt me nog. Ik wil daar even iets meer van horen. Ja, dat was de aanvoerder van Nederland zelf. Ja, dat was en bij Willem II in de jeugd speelde ik er tegen. Ja, hij heeft het nog over je, zegt hij wel eens. Ja, is dat niet de derby? RBC Willem II of niet? Nou, niet echt. Het is wel Brabant natuurlijk, allebei. Maar er zijn wel... Jij stopt gewoon met nadenken onder de rivieren. Ja, sowieso. Nee, dat was geen derby. Maar ja, die kon wel voetballen. Die was gewoon al vrij jong, vrij sterk. Dat scheelde ook wel. Maar daar zag je wel aan dat die... ja, dit kan je natuurlijk niemand zou dit voorspellen. Maar die kon echt goed voetballen. Ik hang echt serieus aan zijn lip. Ik vind ik ook. Maar ik ben dus ook benieuwd. Want je uiteindelijk... brak je dus als 18-jarige door in de Super League. Doorbreken vind ik een groot woord hoor. Maar, maar je speelde wel gewoon genoeg. Zijn er dan andere clubs geïnteresseerd geweest? Stapjes hogerop? Nou, heb je ooit gedacht van het kan gewoon? Kan natuurlijk, kijk naar Cuco Martina. Het kan natuurlijk altijd. Het kan nog steeds. Ik moet alleen die sekstape bemachtigen, denk ik. Nee, nou ja, je droomt natuurlijk altijd wel. Dat doet denk ik iedereen die op zijn 18e zo'n stap kan maken. Maar ik kan niet van mezelf zeggen dat ik nou echt Ajax op de loer lag. Zo was het niet. Dus ik moet wel enige bescheidenheid siert de mens ook wel. Helmond lag op de loer. Ja, maar na het faillissement van de RBC waren er wel wat clubs zo hier en daar. Omdat ik natuurlijk als 18-jarige, tweedejaars A-junior wel redelijk wat wedstrijden had gespeeld in de Jupiler League. Dus dat. En die trainers spelen ook FM. Dus die... Nee, dus maar ja, je hoopt natuurlijk op een of andere manier wel die stap naar de Eredivisie een keer te maken. Dat was eigenlijk waar ik op hoopte. En ik dacht, ik ga niet op mijn, in ieder geval niet op mijn 35e in de Jupiler League voetballen. Want daar heeft het net iets te weinig charme voor, vind ik. Of niet charme, is niet juist. Heel veel terug naar je debuut. Aandacht van vrouwen. Dus ik kan me voorstellen, als je gedebuteerd bent, Roosendaal, hè, dan heb je van die Roosendaalse dellen zo. Meer over straat. Heb je dan allemaal nieuwe vriendschapverzoeken op Hives of zo? Hoe ging dat toen? Nou, nog wel eens een verdwaald Facebook berichtje of zo. Maar dat valt allemaal reuze mee. Zoveel glamour was het niet in Roosendaal. Maar je was wereldberoemd in Roosendaal wel, toch? Ja, dat wel. Ja. Nee, ja, in Roosendaal leeft het op een gegeven moment. Tenminste, het faillissement leeft. En daardoor ging die club ook weer een beetje leven. Omdat mensen dachten, het zou toch wel heel jammer zijn als het nou echt daadwerkelijk failliet zou gaan. Ja. Dus daardoor kreeg die club ook wel weer redelijk wat aandacht. We zijn nu weer op de weg terug, volgens mij een beetje, toch? Ja, er is een fusie niet doorgegaan, las ik pas, met Halfteren, de hoofdklasser uit de regio. Dat is niet doorgegaan? Dat is niet doorgegaan, nee. Ah. Want ze speelden nog steeds in het stadion, toch? Ja, ze spelen, ja. Er zaten nu meer mensen dan toen. Ja. Ja, de Volta-site bestaat nog altijd, zoals. Het is geniet, hoor. Daar wil je ook een dag meelopen, hè? Hey, je had net even over Helmond, hoe waren die jaren daar? Want die RBC is natuurlijk, je woonde waarschijnlijk nog thuis in die tijd. Dan moet je naar Helmond. Niet per se op mijn lijst van steden die ik nog wil bezoeken. Maar hoe was die tijd daar? Anderhalf jaar? Ja, twee seizoenen. Ja. Twee seizoenen. Nou, het eerste jaar was heel erg leuk. Of het eerste half jaar. Want toen speelde ik gewoon en we draaiden redelijk mee in de Jupiler League. Maar toen ben ik geblesseerd geraakt. Toen ben ik eigenlijk anderhalf jaar lang geblesseerd geweest. Toen heb ik nog in het tweede jaar... Of toen ben ik in de play-offs nog even... Heb ik nog een paar wedstrijden gespeeld voor promotie. Want toen speelde wel bovenkantje Eredivisie, dat was of eerste divisie. Dus dat was heel erg leuk. Wow. Maar, zijn jullie dichtbij promotie geweest nog? Ja, één doelpuntje. Nee, echt? Ja, finale play-offs tegen VVV Venlo. Nee, ja. Toen maakte Jannik Wildschut de absurdste swalbe die ik ooit heb gezien. Daar kreeg ze een pingel voor. En toen, nee joh. Ja, die wedstrijd is verkocht dus. Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Hij deed heel rijk geworden. Nee, dat was niet. Hij deed best nieuwe vissen. Nee, maar toen ging het met Helmond ook nog wel aardig. Maar mijn bijdrage daarin, vooral in het tweede seizoen zelf, was nihil. Aangezien ik gewoon geblesseerd ben geweest. En het jaar erop volledig geblesseerd. We hebben het wel eens vaak hier over gehad. Ja, hoe dun het lijntje is tussen Cuco Martina en Pepijn Veerman. Ja, en hoe ongelooflijk dik het lijntje ook weer is. Ja, zeker waar. En even kort... Je bent uiteindelijk, heb je bewust of onbewust je contract weer niet verlengd? Nee, en vooral dat. Bewust werd je contract niet verlengd. Nee, onbewust gewoon vergeten. Ja. Ze vergeten nog wel even een ontslagbrief te sturen, toch? Jij hebt ook gewoon de brievenbus dicht getekend. Vingers in mijn oor. Dacht je toen, hoe oud was je toen, 22?
2021. Dacht je toen, ik stop er ook mee? Of was je nog actief op zoek naar een eventuele... Nee. Het was voor mij vrij duidelijk dat ik er wel mee wilde stoppen. Ik wist ook niet hoe het verder met mijn lease. Ik was wel vrij heftig geblesseerd. En toen kwam ik in contact met AFC in Amsterdam. Die speelde topklasse. Toen de tijd was het nog topklasse. En toen dacht ik, nou, dit is echt een ideale stap. Want Tim heeft wel even... Het was een van onze eisen dat we minimaal een universitaire graad aan tafel wilden hebben. Dus je bent daarna gaan studeren in Amsterdam. Ja, klopt. Okay. Ja. Maar hoe kijk jij dan nu, want deze week is Jeroen van der Lely van Twente gestopt. Omdat gemist voor de hele voetbalwereld. Ja, wat ik zag Tim leuk iets zeggen over dat het toch wel goed was dat hij 100% van zijn salaris afstaat in deze tijd. Volg ons op Twitter. Ja. Leuk. Maar wat kan jij erin vinden dat zo iemand dan zegt van ja, de voetballerij is gewoon echt helemaal niks voor mij. Hier doe ik het niet voor, ik ga lekker studeren, maatschappelijke carrière is gewoon fijner. Ja, maar het is natuurlijk wel de positie waaruit je het zegt. Ik kon het makkelijk zeggen, omdat ik dacht, ja, als ik nou misschien een prestatiecontractje bij FC Emmen, of toen de tijd FC Emmen was natuurlijk FC Emmen nog echt een club, of dan is het natuurlijk wel iets makkelijker om de keuze te maken dan wanneer. Want ik zag ook iets voorbij komen van bijvoorbeeld Jelle de Lange, die gewoon echt een groot talent was bij Utrecht, ja. Aanvoerder van Jong Utrecht. Ja, dan vind ik het echt een knappe stap om te zeggen, nou, ik ga voor mijn maatschappelijke carrière, want voetbal is niks voor mij. Mm-hmm. Maar ik kan het wel begrijpen. Vanuit mijn positie had ik ook wel zoiets van, ja, dit is misschien ook niet helemaal voor mij weggelegd om de hele dag met voetbal bezig te maar zijn. Maar voor een tonnetje per jaar had je dat prima nog 10 jaar opzij gezet. Ja. Hoewel, ja. Wat doe je nu? Ik ben nu lobbyist voor de provincie Zuid-Holland. Ja. Het kan verkeerd. Maar ongelooflijk, hè, want dat zomaar Koeko Martina kan zijn. Hey, maar Pep, had jij een zaakwaarnemer? Ja, ik had een zaakwaarnemer, ja. Ik had in de jeugd, want het mag vanaf je 16e mag je zaakwaarnemer, had ik Tessa de Mos. Maar dat was de dochter van Atemos. Maar Atemos deed het werk voornamelijk, had ik het idee. Maar waarom dan niet rechtstreeks Aat? Ja, zij had de papieren. Zij was ook advocaat. Dus, hij moest het vooral van zijn voetbalkennis hebben, zoals jullie weten. En zij meer het zakelijke. Ik kan alleen maar nadenken over dat Atemos dan, hoe hij rekent, weet je wel? Dat hij dan zo met jou door dat contract heen gaat lopen. Van, nou, dan doe je dus en dat ik alleen maar ja kan knikken. Ja. Het zal wel. Ja, reken sommer waar je niks van maar heb je, had je veel aan Aat? Of heb je veel met hem gesproken? Of was het meer van... alleen maar goede woorden over Aat eigenlijk. Want hij wist zoveel van voetbal. En die man die leeft echt voor het voetbal. Die gaat gewoon op maandagavond ging die naar Jong NEC tegen Jong VVV. Omdat hij het gewoon interessant vond om te kijken. En het hele weekend lang alle jeugdwedstrijden af. Dus hij wist wel veel van voetbal. En dat was natuurlijk als jong jongetje is het ook wel gaaf als Atemos je belt natuurlijk. Dus, dat... ja, dus maar, vanaf nu zijn gewoon te boek als eigenlijk een van de spelerstal van Atemos. Ja, een beetje wat Zlatan is bij Mino. Ja, precies. Dat is Pepijn bij Aat. Maar goed, in de jeugd bij RBC, ja, dan heb je natuurlijk ook eigenlijk niet echt een zaakwaarnemer nodig. In de zin van, ja... Dat ging niet om geld in ieder geval. Misschien heeft hij wel 5 consumptiebonnen extra eruit gesleept voor. Ja, dat weet je niet. Mag ik nog heel veel terug naar jouw treurige bestaan? Of niet? Nee. Jongen, is dit? In de keukenkampioen-divisie. Want als je bij Helmond Sport voetbalt, train je dan 1 keer per dag. En dan wat doe je dan de rest van de dag? Nou, maandag en dinsdag trainen we ook al vaak 2 keer. Dus dan ben je wel is de dag redelijk gevuld. Mm-hmm. Op vrijdag heb je natuurlijk de wedstrijddag. Dus je gaat... Nou ja, die dag staat wel volledig in het teken van de wedstrijd. En als je naar uitwedstrijd, als je naar Leeuwarden moet, ja, dan ben je ook wel de hele dag onderweg. Mm-hmm. In het weekend train je 's ochtends nog een keertje. En dan eigenlijk heb je alleen woensdag en donderdag wel veel vrij af. Ja. Dan word je heel goed in game. Dat is eigenlijk de strekking. Maar ik echt niks tegen het leven. Dat wil ik wel even wel. Tegen het leven in de Jupiler League. Want het is natuurlijk, ik vind het een hartstikke mooie competitie ook. Ik vind het leuk nog steeds om te kijken. En het kan ook voor heel veel spelers wel echt een springplank zijn. En er zitten nu ook wel andere type clubs in. Toen had je echt 3-4 clubs en de Graafschap en Zwolle. Dat was wel top. En nu heb je natuurlijk een iets bredere top. Dus ik vind die competitie is er ook wel wat op vooruit gegaan. Mm-hmm. Dus ik denk dat het nu ook het gaat om meer geld. Er is iets meer mee gemoeid, heb ik het idee. Dan dat het toen de tijd was. Okay. Hoe was jouw? Heb je nog contact bijvoorbeeld met gasten waar je toen mee speelde? Want ik kan me voorstellen dat je veel verschilt qua karakter. Dat is altijd mijn stokpaardje. Hoe ging je daarmee om? Nou ja, natuurlijk als je 25 gasten bij elkaar zet, heb je altijd met de een meer en met de ander wat minder. Dus er zaten ook gewoon heel veel leuke gasten tussen. Maar daar heb ik eigenlijk bijna geen contact meer mee. Nee, maar focus op de lobbyisten. Ja, precies. Dat zijn nu mijn beste vrienden. Nee, maar je wisselt natuurlijk heel veel jongens wisselen elk jaar van team. Of om er zoveel jaar om met iedereen contact te gaan houden. Dat is ook het is heel vluchtig, zo'n voetbalvriendschap. Mooie woorden, ja. Toch? Om het af te sluiten, sterker nog, om door te gaan.
Maar het vaste rubriekje. Oh, dat moet ook nog. Dat moet nog. 45 seconds. Oef. Oh jee, dat was ik helemaal vergeten. Ja. Ik dacht Fantalk. Maar nee. Dat komt daarna nog. Nou, daarna komt nog Fantalk. Leuk, ik heb ruim tijd ingeruimd. Uitstekend. Ik denk, dat ik zenuwachtiger ben dan Titus misschien wel vorige week. Kan niet. Je hebt het lijstje, heb je doorgekregen. Ik heb het lijstje doorgekregen. Ik moet zeggen, we hebben bij onze luisteraars de vraag uitgezet. Geef ons namen door. Ja, het is een hoger niveau dan vorige week. Ja? Ja, het is hoger niveau dan vorige week. Maar toch laat ik de keuze aan Pepijn. Met wie wil je het doen? Nou, ik ben altijd erg onder de indruk van de kennis van Snijboon. Dat neemt niet weg dat ik van de rest van de mannen ook onder de indruk ben. Ja, maar goed, ik ga het toch met Snijboon proberen. Hoor je dat, hè? Zeker Snij. Oké, dan ga ik aftellen. Oh, ik ben best zenuwachtig. Ja. 7, toch? 7 is het record, ja. Oké, dus minstens 8. Oké, 3, 2, 1. Tijd loopt. Deense spits van Feyenoord, won de UEFA Cup. Jandal Thomasson? Ja, verdediger van Utrecht, Ajax, Swansea City. Mark van Hoorn? Ja, verdediger van AZ, Ajax, Feyenoord. Vond dat hij aardig speelde tegen Excelsior. Toen werd hij gewisseld door Mario Been. Pas. Kultheld spits van Ajax. Is ook een podcastnaam vernoemd. Pantelic? Ja, werd teruggehaald naar centrale verdediger. Werd teruggehaald naar Ajax als ervaring in de kleedkamer. Deli Blind? Nee. Rijkaard? Onder Frank de Boer heeft hij nog 20 wedstrijden gespeeld. Jaap Stam? Nee. Volgende. Ah. Linksback. Bijvoorbeeld nu bij Bologna van Ajax. Mitchell de Heks? Staat al even droog. Ja, rechter verdediger van Rode JC. Rechter verdediger van Rode JC. Ja, omhaal. Oh, ja, dat was moeizaam. Ja, nee, dit was echt stroef hoor. Maar ja, hij was ook wel moeilijk. Wie was die? André Ooyer, denk ik. Die André Ooyer. En die verdediger van Feyenoord, wie was dat? Nee, van Rode JC. Nee, die goed speelde tegen Excelsior. Of het was het AZ? Tim de Klerk. Oh, dat wist ik ook niet. Eerder niet dat verhaal dat hij... Dat tegen Palle van Lukoki, dat had je zeggen. Dat hadden we natuurlijk ook nog. Nee, ik weet nog dat hij ooit zei dat hij aardig speelde tegen Excelsior. Toen stonden ze volgens mij 1-0 achter of 1-1. Dat is wel een hele specifieke hint, hoor. Hij verwachtte meer van. Nee, toen werd hij gewisseld door Mario Been. Die was er helemaal klaar mee. Hoeveel waren dit? Ja, 4. Ja, vier? Maar ik vond dit wel echt Champions League niveau naam, hoor. Zeker. In ieder geval hoger dan Jupiler League. Ja. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Hier is Tom. Je praat zomaar door Tom in Beugelsdijk heen, want we zijn aanbeland bij het laatste stukje alweer van de aflevering. We hebben wat vragen binnengekregen van fans. Om te beginnen bij jou, Pepijn. Een vraag van Hein Stroomberg. Van welke journalist zou jij de stem willen lenen? Journalist. Mag het ook voetbalcommentator zijn? Absoluut. Uiteraard. Ja, dan van jullie gasten vorige week, Wietske. Wietse van de Grote Wietske. Boer van Wopke. Nee, zijn zus. De derde schipper van de kameleon. Wietse. My final answer. Okay. Heel goed. Leuk. Goed, Snijboon. Nog even een zeer diepgaande vraag van jou. Van Jeroen Otte. Is muesli met melk een soepsoort? Jezus. wat maakt een soep? Ja, dat moet jij weten. Ja. Ik vind van niet. Oké. Jeroen. Dus is, kan ik niks over zeggen, maar ik vind van niet. Oké. You heard it here first, het is geen soep. Als laatste, om het af te ronden, we gaan natuurlijk door het dak met YouTube. Tim, een vraag van Admiraal H. Wie bewaakt ons portretrecht en onze royalties? Ik denk Titus, vrees ik. Maar die is dus weg. Dus we zijn vallen vrij. Kut. Dus we hebben helemaal niks meer. Dat is slecht nieuws. Schrikkelijk nieuws. Ja. Ja, ik heb geen idee. Snijboon, hoe werkt dat met die royalties dan? Nou, ik denk niet dat wij heel veel royalties pakken nog. Ik denk ook op de middellange termijn ook nog steeds niet. Maar ik weet niet, ik heb laatst iets ondertekend van Titus. Maar ik heb niet gelezen wat het was, dus dat zal dat wel zijn dan. Ik ben nog iets vergeten over royalties gesproken. Precies, het gaat over Cambuur en de Graafschap die natuurlijk in de keukenkampioen moeten blijven. Snijboon en ik die zijn het zat om niet herkend te worden op straat. Dus we gaan YouTube-filmpjes opnemen. Niet genoeg. Dus wij hebben nu een pilotje opgenomen. Nee, we hebben een eerste versie zelfs opgenomen. Ja. Die gaan we online gooien. Waarbij we op Voetbalmanager met editor hebben we 100 miljoen gegeven aan Cambuur. Als compensatie, als redelijke compensatie van de KNVB. Mm-hmm. En dan zijn we 3 jaar op vakantie gegaan op het spel. En dan kunnen we daarna kijken wat ze allemaal hebben gedaan. Dus welke spelers halen ze? Hoeveel zijn ze geworden? Hoe gaat het met Cambuur over 3 jaar als ze 100 miljoen krijgen? Leuk. En dat gaan we op ons YouTube-kanaal plaatsen. Dus dat komt eraan. En waarschijnlijk komt dat zo snel mogelijk. Waarschijnlijk komt het zo snel mogelijk. Ja. Hij houdt de slag om de arm, hoor. Absoluut. Oké, leuk. Dus royalties en portretrecht. Nou, dan moeten we dat nu wel gaan regelen, want dit gaat natuurlijk echt, dit gaat viral. Dit gaat door. 100%. Ja. Oké.
Jongens, dank jullie wel. Pepijn, dank je wel voor het aanschuiven. Ik vond het heel erg leuk om aan te schuiven, jongens. Dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week.